Dames en heren, wij gaan vandaag lekker spelen. Superleuk. En mensen, like even deze video als je ooit wel eens in de speeltuin bent geweest. Als je niet like komt, zit de Klaas achter je aan. Dat wil je niet hebben. Dus 3, 2, 1. Geliked. Maar kijk dit dan eens even, mensen. Oh my god. En wacht eens even. Ik zie er iemand boven zitten. Wacht. Wat? Is dat Sinterklaas? Oh my god. Oké, we gaan nu kijken. Wat? Wat doet Sinterklaas dan nu al? Oké, ik vind het wel heel cool dat Sinterklaas er eigenlijk al is. Ik moet eerlijk zeggen. Maar Sinterklaas, mag alsjeblieft cadeautje, want anders moet ik in mijn poep poepen. Oké? Oké, dat is een geintje. Maar mensen, ik hoop dat jullie geabonneerd zijn op de kanaal met belletje aan. Zou natuurlijk van amazing zijn. Maar laten we even lekker vooral gaan klimmen. Ik denk dat goed idee is. Want eerlijk, oh, wat een mooi uitzicht. Nou ja, in ieder geval, het is echt fantastisch en prachtig weer vandaag. En dat is natuurlijk echt leuk om te zien. En, hé, waar is Sinterklaas nou? Hij zou toch hier zijn? Hè? Maar ik ben op de hoogste verdieping. Wacht, wacht eens even. Waar zou hij dan kunnen zijn? Ik zie daar iemand. Zou dat hem zijn? Even kijken. Wacht, wat? Wat doet hij daar zo? Ineens staat hij weer buiten? Oh my god. Maar in ieder geval, laten we van de glijbaan afgaan. Ouch. Oké, dat is niet de manier om van de glijbaan af te gaan, Delano. Ouch. Woe, joink. Ouch. Wat leuke glijbanen dit. Oké, hartstikke dom, maar ik weet niet waar Sinterklaas voor, maar hij zit toch buiten, toch? Wacht, is Sinterklaas er nog steeds? Nu wil ik het weten ook. Eens even kieken. En wacht, waar is Sinterklaas nu gebleven? Eerlijk, het is een superleuk speeltuin om in te spelen. Wat vinden jullie van, mensen? Zijn jullie ooit nog wel eens in een indoor speeltuin geweest? Of komen jullie er überhaupt te vallen? Ja, oké, het is een outdoor speeltuin. Maar wel super groot. Laat even in de comments achter of jullie wel eens in een grotere speeltuin komen. Of eentje die net zo groot als dit is. Maar als jullie reageren, zou ik het hartstikke lief vinden. Ik vind het altijd leuk om jullie comments te lezen. En wil ik ook nog wat meer gaan liken. Elke leuke comment krijgt een like, oké? Maar goed, we gaan even naar de McDonald's toe. Want ik moet mijn zoontjes namelijk ophalen. Ik denk dat het wel een fantastisch idee is om te doen. Want Sinterklaas is alweer bijna hier in het land. Oh my god, hij is super ready. Althans, hij is al hier in Amerika, maar nog niet in Nederland. Maar in Amerika hebben we onze eigen Sinterklaas. Mijn computer is gelukkig weer gemaakt. Dat is hartstikke fijn, want mijn computer... Ja, mijn PC was echt gewoon kapot, zeg maar. Of ja, een hardware stuk was niet helemaal in orde. Dus uiteindelijk toch weer goed kunnen opnemen. Maar goed, ik heb mijn zoontje moeten opzoeken, want hij is hier in de McDonald's. Wow, een beetje moeilijk om naar binnen te lopen. Hey, heb je al besteld? Papa, waarom duurt het zo lang? Sorry, jongen. Ik was even heel erg enthousiast, want ik zag namelijk iemand superleuks daar zo. Maar wie zag je dan, papa? Oké, ik kan nog even niks zeggen. Wat zeg je dan, Sinterklaas? Ik vertel thuis wel, oké? Nee, ik wil het nu weten. Oké, wat wil je eten? Happy Meal, alsjeblieft. Oké, waar zijn de medewerkers? Oh my god. Weet je, ik pak wel zelf eentje. Misschien wat beter om zelf een Happy Meal te pakken, toch? Oké. We hebben een Happy Meal gepakt. Dus weet je wat? Hier, kijk eens. Alsjeblieft. Dankjewel. Goed, laten we zo lekker naar huis gaan. En dan, is vandaag wel mooi geweest. Want je bent lekker uit school gekomen. Even lekker eten. Ja. Oké, kom. Laten we naar de auto gaan, oké? En ik denk dat de hoogste tijd is om hier weg te wezen. Sorry meneer, maar ik moet er even langs. Oh my freaking god. Zo, stap in, jongeman. Ja, ik ben er al bij. En hoe was je de schooldag vandaag? Ja, leuk, maar waarom wil je dat niet vertellen, Delano? Oké, het enige wat ik wel wil zeggen is namelijk... Nee, ik zeg echt thuis pas, oké? Delano, waarom? Daar komen we achter waarom. Maar weet je, het komt allemaal goed. Laten we lekker naar huis gaan rijden en ik vertel je zo meteen wel even iets meer. Oké. Papa, waar gaan we godsnaam naartoe rijden? Ik heb een andere verrassing voor jou, wat we het even nu kunnen doen, weet je wel. Want ik wil zo meteen even meer vertellen, maar we zijn bij de arcade gekomen. Wacht, wat? Is dat hetgene wat je wil vertellen? Niet per se, maar het is wel een leuk nieuw stukje, snap je? Dus laat hier even lekker uitstappen. En oh my god, wat doet die gast boos? Hey, wat heeft dit nou weer te betekenen? Hallo, stop er eens even mee, joh. Achterlijke zwerver dat je bent. Ik wil even naar de arcade hal komen. Oh my god, ik wil maar zomaar ineens aan. Zag je dat? Ik weet niet van wie die muziek daar buiten afkomt. Ik weet niet of het ook hoort, jongen. Maar ik hoor dus letterlijk muziek uit de auto komen. Maar kom, laten we dan mee naar binnen gaan. Oké. Kijk, supermooi. Kijk, hier is het dan, de arcade hal. Wat vind je er eigenlijk van? Oh, ik moet mijn sniper weghalen. Sniper? Niks hoor. Maar kijk eens hoe groot het is. Wauw, wat amazing. Jij kan alles doen wat je wil. Hier zo, wat fantastische arcade. Mensen, zijn je ooit wel eens in een arcade hall geweest? En wow, oké, dat is niet mijn vriendin in ieder geval. Kijk, je kunt dit spelen. Dat is een of andere cowboy met een hoed. Ja, dat cowboy draagt een hoed, dat is ook zo. Kijk, hier heb je een of andere grote... dat is ook wel heel leuk. Dat is mijn Halloween zo. Kijk, jongen, je hebt andere retro dingen. Mevrouw, mag ik je fixen alsjeblieft? Hey, kom eens even hierheen, jongen, alsjeblieft. Hier kun je lekker racen als je dat wilt. Hier heb je andere kasten. En hier kun je dus namelijk grijpen. Wat fantastisch. Ook een of andere pixel ding. Oh, wauw. Kijk hoe mooi dit is. Mensen, wat vinden jullie van deze arcade hall? En hier een hele hoop trofeeën. Een bar. Andere racepaneels. Oh, gaat het weer met jou? Ja, het gaat goed hoor. Oké. Maar Delano, ik vind het niet leuk. Ik vind het een beetje saai. Oké, dan gaan we weg toch? Als je het saai vindt, ja. Misschien beter ook. Oké. Nou, dan gaan we een andere keer weer. Ja, er is ook helemaal niemand op dit moment. Ik snap je wel, maar wel heel gaaf hier. Ja, het ziet er wel mooi uit. Maar mooi betekent niet dat iets leuk is. Daar heb je wel gelijk in. Kom, laten we gaan. We gaan naar huis toe. Het is al avond ook, dus kom, we gaan met de auto mee. Sorry meneer, dat je aan het slapen bent. Delano, je moet ook je mensen in elkaar slaan. I know. Get in my car! Oké, ik ga in je car even niet zo schreeuwen. Sorry, kind, maar laten we gaan, Timo. Oké. Weet je wel, mensen, ik zit alweer thuis. En nu echt. Kijk eens aan, kleine zoon. We zijn dus weer bijna thuis aangekomen. Noem mij geen kleine zoon. Ik ben groot.
Oké, sorry. Nou, we zijn dus bij... Oké, we zijn thuis, oké? Ja, ja. Oké, stap uit. Maar wat wil je dan vertellen, Delano? Oké, luister. Ik denk dat het wel gelegen is om te vertellen. Wat er nou zeg maar is dat er een nieuwe speeltuin is bijgekomen bij het strand. Maar dat heb ik al gezien. Niet alleen dat. Ik heb ook namelijk Sinterklaas daar zo gezien. Maar waarom zeg je dat nu pas? Ik ken jou. Als ik zeg dat ik hem heb gezien, dan wil je er gelijk weer naartoe. Ja, dat is wel waar. Kijk, we zijn al zo laat thuis gekomen, anders waren we 's nachts nog niet thuis aangekomen, snap je? Maar waarom ging je naar de arcade al dan? Ja, oké, daar heb je misschien enigszins wel gelijk in. Maar we zijn lekker thuis en gaan we er morgen naartoe, oké? Ja, dat is een leuk idee. Laten we lekker naar de woonkamer gaan. Even lekker gaan chillen, man. Oh, ik heb echt ware dag gehad. Maar ik ben blij dat ik weer thuis ben. Kom eens even hier, joh. Achtelijke. Delano, ook een lekker tv kijken. Moet je lekker zelf weten, jongen, of je tv wil kijken. Wacht, Delano, ik zie Sinterklaas buiten. Huh? Wacht, waar zie je hem dan? Wel, ik zag hem net wel. Alsjeblieft, leuke fantasie heb je, man. Dat ik zei dat ik Sinterklaas heb gezien, betekent niet dat je hem ook ziet, hè? Oké. Maar weet je wat, jongen? Ik ga lekker slapen. Ik zie je morgen wel. Wat jij wil doen, moet je verzekeren of zelf weten. Maar morgen gaan we lekker naar de speeltuin. Ja. Oké, wat rusten, jongen? Wat rusten. Zo, ik denk dat het hoogst tijd is om lekker te gaan slapen. En dan kan hij gewoon lekker samen naar morgen naar de speeltuin, toch? Ik denk dat het een leuke idee is om te doen. Dus weet je wat? Ik plof lekker neer op bed en ik zeg wel rusten. Hey. Wie is daar? Ik ben het. Wie is ik? Kijk eens hier, ik ben het, Sinterklaas. Oh mijn god, Sinterklaas, ik heb helemaal niet verwacht hier zo. Kom, laten we samen naar de speeltuin gaan, oké? Oké. Dan zie ik je daar. Yes, we gaan naar de speeltuin toe. Ik heb er heel veel zin in. Ik kan je auto pakken, papa, want ik kan ook auto rijden, hoor. Ik laat mijn driving skills wel even zien. Timo besluit met mijn auto ervoor door te gaan en ik ben er niet erg bepaald blij mee. Maar in ieder geval, ik hoop dat hij een beetje voorzichtig bent. Kijk nou goed, ik kan auto rijden. Ah, zo goed kan je sturen. Timo, dit vind ik niet zo leuk. Jawel, we zijn bijna bij de speeltuin aangekomen. En ben ik alleen? Oh, er is ook een tractor. Wat doet hij daar zo? Ik snap er niks van. Nou, oké, fijn. Hij is dus bijna bij de speeltuin aangekomen. En wat gaat hij nou weer doen? Kijk eens aan. En zeg maar, papa gelijk, Sinterklaas. Wat doet hij daar? Wacht eens even. Hij heeft gelijk. Mijn papa heeft gelijk. Sinterklaas in die toren. Oef. Hij besluit dus om in de toren te klimmen. Maar ik ben er niet heel erg blij mee. Papa, ik zei het al. Als ik nu ga, dan kan ik Sinterklaas zien. Anders heb ik hem misgelopen ook. Hier. Sinterklaasje. Sinterklaasje, waar ben je dan? Huh? Waar is Sinterklaas? Hey, daar is beneden daar. Ik weet niet of je kunnen zien, maar ik zie hem wel. Tijd om naar beneden te gaan. Kom dat Sinterklaasje er is. Yay, wat leuk dit. Oké, we zijn weer beneden. Sinterklaas kapotje, gooi wat in mijn schootje. Gooi wat in mijn laasje. Dank je Sinterklaasje. Sinterklaas, ik ben er bijna. Hallo Sinterklaas. En wacht, wie ben jij nou weer? Piet? Wat doe jij nou weer? Piet, kun je nou iets tegen me zeggen alsjeblieft? Oké, dan ga ik wel weg. En Sinterklaasje, waarom heb je een bel vast? Sinterklaas kapoentje, ik vermoord nu Roentje. Kom maar in mijn laarsje, ik ben Piet. De baasje. Wat bedoel je? Oké, ik vind het sfeer echt niet leuk zo. Oké, en wacht, wat doe jij daar ineens? Oh my god, laat me er alsjeblieft door. Nee, dat kan toch niet waar zijn? En Sinterklaas, wat doe jij al zo dichtbij? Sinterklaas kapoentje. Wat bedoel je? Ik snap er niks van. Alsjeblieft. Nee. Wat heeft dat te betekenen? Nee, alsjeblieft, doe niks. Nee, dan ben je... Oké, dames en heren. Ik denk dat de hoogste tijd zal te gaan, man. Oh my freaking god. Goedemorgen allemaal. En waar is Dinges, Timo? Timo, waar ben je? Oké, Timo slaapt normaal. Of misschien is hij vroeg wakker. Of ik weet niet. Maar Timo zal nog niet de deur uitgaan. Want ik ken hem ondertussen wel. Want hij blijft altijd thuis tot ik wakker ben. Timo, waar ben je dan? Timo, ben je beneden, Timo? En wacht, waar is Timo? Timo is hier helemaal niet. Timo! Hij is er niet, bro. Wat de hel? Is Timo gebleven? Ik ga eens even kijken op mijn Instagram, man. Misschien dat ik iets heb gemist of zo. Ik durf het niet te zeggen. Uiteraard gaan we de telefoon wel iets groter maken. Ja, en we gaan een andere framekleur kiezen. We gaan van rood. Oké, dan vind ik niet eens mooi. Blauw, prima. Genoeg over design. We gaan eens even kijken waar de dingen zijn. Oké, wat? Sinterklaas heeft een bericht gestuurd? Haha, goedemorgen Delano. Je bent vast wel benieuwd waar je zoontje is, hè? Kom maar naar de speeltuin toe om hem te zoeken. Wacht. Wat? Ben je serieus? Ik moet naar het speeltuin toe komen om te zoeken? Wacht, ik weet niet wat het vervoer is, maar... Oh, hij zou mijn auto wel zeker hebben meegenomen, of niet? Oh my freaking god, als hij zo zegt of hij is gekidnapt, ik weet niet, maar... Ik kan mijn auto niet meer vinden, waar is mijn auto ineens gebleven? Wat? Oké, ik hoop dat ik hier iets heb liggen. Oké, beter iets dan niets. Oh my god. Dan mag ik het trekken pakken, toch? Dat kan ook wel. Nou, daar gaan we dan. Wat de boer niet kende, Freddy niet. Oh my god. Nou, snel gaan we dus, hoor. Oh jee. We gaan super snel. Nou, mensen, ik weet niet of je dat leuk vindt als je op de snelweg zit of op de weg zit en je komt dit tegen. Ik vind het niet altijd even fijn als ik achter een trekker moet zetten. Maar ja, weet je wat? Geen boer
invoeren, dus je moet het ook wel ergens voor over hebben, toch? Want we zijn wel voor de boeren. Nou, weet je wat? Laten we lekker rijden en ik zie je wel weer daar. Oké, dames en heren, wij zijn dus bijna aangekomen. En oh my god, zie dat reuzenrad. Damn it, wat nice dit. En overal zijn mensen hier, dat is de boot. Maar we moeten hier bij de boot zijn, we moeten in de speeltuin zijn. Op zich is dat wat toch logisch, als ik dat zeg, in de speeltuin? Nou, in ieder geval, we zijn dus bijna aangekomen. En oh my god, daar is het dan, hè, de speeltuin. En wacht, waarom is het afgezet? Ik snap er helemaal niks van, mensen. Weet je dit? Waarom is het afgezet? Wat is gebeurd? Laat achter in de comments. Ik zie dus ambulance overal staan, politie, maar ook in één kant. Ik wil er een. Wacht, wat doet mijn auto daar ineens? What the F in the world doet mijn auto weer? Die is toch niet zomaar gestolen? Meneer, zou ik u alsjeblieft mogen vragen wat er aan de hand is? Mijn zoontje is namelijk vermist. Er is namelijk iemand vermoord in dit speeltuin hier, dus vandaar dat het maar afgesloten is. Dus wil ik even niemand binnen laten. Ja, maar luister, ik zag een Instagram van mijn zoon. Niks mee te maken, niemand gaat naar binnen toe, oké? Oké, sorry hoor. Oh man, ik moet het stiekem doen. Ik moet achter hun rug naar binnen gaan. Wacht, is er iemand die bruidtuin naar boven? Oh my god, ik weet niet of er iemand boven is. Pak even mijn verrekijker erbij. Ja, Piet is daar zo. Oh my god, ben je serieus? We gaan eens met Piet praten, man. Oké, we gaan gewoon scheiden, ja? Hey, terugkomen jij. Anders krijg ik een boete, ja? Oh my god. Nee, ik kom niet terug. Ik ga lekker naar boven toe, oké? Maar deze buis, deze komt bekend voor. Is dit de buis? We gaan eens even checken. Laten we even kijken of het zo is. Wat? Ben je serieus? Nee, mijn zoontje is dood. Nee. Oh nee, dat meen je niet. Het is die buis, hè? Oh, wat duivels dit. We moeten naar Piet toe. We moeten naar boven toe. Piet staat daar boven het torentje. Piet, ik kan je vinden, ja? Achterlijke gek dat je bent. Oké, hoe moet ik erin komen? Oké, gelukkig kan ik hier naar binnen toe. Want we moeten Piet te pakken nemen. Tijd om even te klimmen in het klimrek, man. Oh my god. Ik dacht dat je er weer nog leuk was, maar alles blijkt heel erg tegen te vallen. Sinterklaas is toch gemeen geweest. Ik had het niet gehoord, mensen. Like als je wil dat Sinterklaas wat liever is. Want ik wil ook dat jullie een cadeautje krijgen. Daarom dat ik zeg like even deze video. Maar goed, laat hier even naar beneden kijken. Want Piet is er ook helemaal niet meer. En wacht, daar is Piet, hè? Wat ben je zo gemeen, Piet? Oh my god, ben je serieus? Hey, auw! Hier, ga naar beneden, jij achterlijke gek. Hier, dat gaan we niet toelaten, hè? Zo, dat is wat Piet is. Alsjeblieft, zeg. Hey, stoppen. Zo, hier. Oké, boom. Ik ga je neersteken. Auw! Hey, dat kun je niet doen. Zo doen we dat met Piet. Lekker voor je. Nog iets, hè? Achterlijke gek. Oh my god. Oké, we hebben hem eindelijk. En om zeker te weten dat we je hebben, is het tijd om je te verbranden, Piet. Zo, hoppakee. Snel wegwezen hier. Dit was echt geen pretje, man. Maar waar zou Sinterklaas eigenlijk uithangen? Ik durf het echt niet te zeggen. Weet je, snel wegwezen hier. Want ik durf het gewoon niet. Ik weet niet wat ik moet doen. Oh nee, ik ga snel even kijken of ik misschien ergens naartoe kan. Weet je wat? Laat ik mijn auto gaan pakken. En ik denk even tot 10 tellen, man. Want ik voel me echt onrustig. Hier is waterpark. We kunnen de glijbaan pakken. Maar laten we eerst even gewoon even tot rust komen. Oké, dames en heren. Ik ben alweer een stukje aan het rijden. Ja, ik weet oprecht niet waar ik naartoe zou moeten, maar ja, ik durf het gewoon niet te zeggen. Maar misschien moet ik even mijn Instagram even checken, want ik vergeet het altijd wel te doen, maar misschien toch een beter idee om het wel te doen. Oké, even kijken hoor. Pak me dan, als je kan, en dan met deze foto. Oké, duidelijk. We moeten dus naar Noord-Jang toe. Ik weet waar het is, maar, oh, dat gaat wel heel lang duren dat we er zijn. Dan moeten we de vliegtuig gaan pakken. Dan is het eerder we aankomen, is donker. Nou, in ieder geval, het zal wel, maar we zitten dus op de snelweg. Het is super druk. We kunnen niet overal zomaar even langs, maar we doen ons best, weet je. Laten we even zo snel mogelijk racen, want dan komt het wel goed. We hebben echt een eeuwenlange brug gehad. Hey, sorry meneer, maar je moet aan de kant. Maar ik ben wel blij dat we vanaf zijn. Noord-Jankton in de house! Ja hoor, Noord-Jankton mensen. We gaan er gewoon lekker naartoe. Ik denk dat het een verstandig idee is om het wel even te doen. Daarom dat ik zeg, we gaan even een vliegtuig pakken en we gaan er gewoon lekker naartoe, man. Dus weet je wat? Ik ga mijn auto even hierboven zetten en dan ga ik naar boven toe en dan ga ik de vliegtuig pakken. Fly us. Oké, welk vliegtuig hebben we? We zullen even kijken hoor. Voor mijn vliegtuig nummer 4, toch? Oké, dan gaan we naar boven toe en als het goed is daar mijn vliegtuig. En ik denk dat we even moeten instappen. Kijk eens aan. Jawel, dames en heren. Daar gaan we dan naar Noord-Jankton. Oh my god. Weet je wat, mensen? Ik ga je wachten en we gaan naar Noord-Jankton toe. Dames en heren, wij zijn dus aangekomen bij Noord-Jankton. Het is al zo donker op dit moment. Iedereen slaapt er volgens mij. Ik weet het niet, maar ik zie ook helemaal niemand hier zo. Zou hier gebruikt van mensen zijn? Dat betwijfel ik heel erg. Maar ja, we moeten gewoon even kijken. Hallo? Is er iemand? Ik zie letterlijk niks hier zo. Ah, het zal wel goed zitten dan. Weet je wat? Ik moet wel gewoon even naartoe lopen. Oké, ik weet niet of er iemand is. Hallo? Is er iemand? Hallo? Wacht, ik zie niet op het dak staan. Ik weet niet of we kunnen zien, maar ik zie het wel. Oh my freaking god. Oké, er is iemand op het dak. Oké, we gaan het proberen op te komen. Ik zweer het je. Kan ik misschien weer hier naartoe komen? Ah, nee, dat lukt niet. Oh my god. Is er iemand op het dak? Hallo? Oh my god. Het is echt een onprettige sfeer dit. Echt alsof er iemand me straks kan vermoorden. Oké, hier is het dan, hè? Wacht. Sinterklaas, daar ben je dan, hè? Delano, het is tijd om een spelletje met je te spelen. Sukkel dat je bent. Als jij dat denkt, laten we gaan vechten. Oké, Sinterklaas, het is tijd om even een groot gevecht tegen je aan te gaan. Hier, je kunt het krijgen ook nu, oké? Hier, pak het aan dan. Achterlijke gek. Hier, niet doen. Nee. Zo. Oh my god. Sinterklaas, hè? Val maar even neer. Val maar van het dak of jij. Zo. Hoppa. Wat dacht je dan? Hoppakee. Rol van eraf. Rol van het dak af. Zo. Hoppakee. Ik hoop dat je het geleerd hebt nu, hè? Heb je je lesje geleerd? Nee? Hoe overleef je dit, oude man? Je bent zo gemeen. Een beetje mijn zoon op vermoorden. Zo, wat wilt u kopen? Goedendag. Doe maar één waterfiets voor Teuntje. Ah, en helemaal vol. Dat kost u dan €200? Kijk, hier heb je het geld. Dan ga ik aan het werk voor 5 december. Dankjewel.
Nou, kijk, hier krijg je de bon en dan wens ik je een fijne dag. Hetzelfde. Dag hoor. Tada! Clear enough. Sinterklaas heeft dingen gekocht. Toen heeft Sinterklaas besloten om alvast inkoop te doen voor 5 december en hij begon in de Albert Heijn. Terwijl ik iedere keer aan het afluisteren was, gaat hij winkel voor winkel af om iedere keer spullen voor de kinderen te kopen. Doe maar 2 Red Bull voor Rashid, 1 biefstuk voor Deli de YouTuber, 5 kauwgomballen voor de 9-jarige hater en een tenenkaas voor je moeder. Dat kost u dan 20 euro, meneer. Nou, in ieder geval, zo ging het dus door naar de kledingwinkel, naar de elektronicazaak, naar de arcadekast, want ja, ook Sinterklaas moet een keertje genieten van zijn vrije tijd natuurlijk. En met als toppunt de juweliershop en nog veel meer. Maar de echte vraag blijft, wat doet Sinterklaas in zijn vrije tijd? Terwijl de bouwvakkers 60 uur per week keihard aan het werk zijn. Zeg, Harry, schiet eens op, ik moet schijten. De juffen met hoofdpijn in de klas staan en de kinderen 24/7 bezig zijn met huiswerk. Althans lijkt het meer op de opkomst van het mbo. Doet Sinterklaas niets anders in zijn leven dan de hele dag genieten van zijn welverdiende vakantie. Wat is het leven toch zwaar, hè? Hele dagen keihard aan het werk, zelfs nu. Oké, dames en heren, we zijn eens aangekomen bij de supermarkt. Als het goed is, is zijn laatste winkel en gaat hij door naar huis rijden. Laat ik even een GPS-tracker erop plaatsen. Deze GPS kan hem precies tracken waar hij is, dus dat is heel fijn. En hè? Er komt iemand naar buiten. Oh, dat is Sinterklaas! Oké, ik ben heel benieuwd wat hij gaat doen, maar ik denk dat hij met de auto naar huis gaat rijden of zo. Had het even nodig, maar we laten even afwachten. Oké, ren naar de auto toe en oeh, damn, it. Oké, laat even bespioneren. Oké, mag me niet zien. Oh, hij zit gewoon echt naast mijn auto neer, hè? Oh my, wat? Hey, hij rijdt toch tegen mijn auto aan. Wat doet hij? Nou, in ieder geval, het zou goed zijn. Ik hoop dat hij nu een beetje normaal kan rijden. Oh my freaking god. Oké, we moeten hem in de gaten houden. Oh, wat doet hij raar. Ik zweer, hij hoeft toch niet tegen me aan te rijden. Doe eens even normaal, joh. Gek. Oké, als het goed is, gaat hij nu eindelijk normaal rijden. Godzijdank, zou eens een keer tijd mogen of niet? Oké, in ieder geval, hij is op de normale weg gekomen. Oké, ik weet niet precies waar hij naartoe gaat. Ik moet toch even nog iets halen voor mijn kleins, zeg maar. Want ik heb ook een kind thuis zitten. Dus laat ik even snel naar de winkel sneaken. En misschien komen we er uiteindelijk wel uit. Oké, en dan zijn we dan binnen. Oh my freaking god. Oké, wat wil ik kopen? Een potje pilletjes. Ik vind het helemaal goed. Weet je wat? Laten we lekker terug naar buiten gaan. En eens even in de gaten houden waar hij naartoe aan het rijden is. Oké, ik zie hem dus hier rijden. En waar zal hij naartoe gaan? Ik durf het niet te zeggen, maar ik ben dus heel benieuwd. Het enige wat ik wel weet is dat we moeten volgen. Zou ik zonder navigatie kunnen weten waar hij nou precies uithangt? Ik durf het niet te zeggen, maar laten we eventjes hem even achtervolgen. Want eerlijk, hij is zo snel is hij nou ook weer niet. Oké, daar zitten ze dan allemaal in de hoed. Ja, typisch weer hier zo. Oh my god, zeg. Even kijken, waar zat hij in precies in zijn gereden? Zou dat hier ergens zijn? Of rijd ik goed? Oké, nee, ik rijd het. Eens even kijken, ik ben hier en hij is daar zo. Oké. Laat even ons niet afleiden. Laat gewoon even lekker verder gaan rijden. En oh, oké, wie hier zit denk ik dan, I guess. Het zal wel goed zijn. Maar wat denken jullie waar Sinterklaas naartoe zou kunnen gaan? Zat hij naar huis zou gaan? Ik weet het niet. Maar zijn dag zit er wel op, zei hij. Volgens mij weet ik al waar hij naartoe gaat. Jazeker weet ik dat. Ik kan maar een klein jokje doen. En volgens mij weet hij het denk ik ook wel. Want geloof me jongens, ik heb GTA al zo vaak aangehaald. Ik ken het echt uit duizenden. Het lijkt alsof ik hier op ben gegroeid. Maar goed, let op hè. Hier komt dus uit. Wow. En als het goed is, is hij bij de enige echte gele M. Heb ik gelijk? En of course, hij staat gewoon naast me. Wat heeft hij met zijn auto gedaan? My god, hij kan echt niet rijden. Either way, laat ik even een lekkere burgertje gaan bestellen. Want ook ik heb honger gekregen. Of een Happy Meal, zou ik zeggen. Mevrouw, zou ik alsjeblieft een Happy Meal mogen van u? Met kipnuggets, mayonaise, cola en appeltjes graag. Maar natuurlijk zou dat mogen. Was dat het? Of course was dat het. Dan kost hij dan 5,70 euro. En wilt u afrekenen met pin of contant? Binnen graag. Okidokie. Nou, oké, super. Laten we lekker gaan zitten. Oh my god, wat is hij gierig. Oké, ik even lekker naast hem even een burgertje eten. Ik denk dat het wel een goed idee is. Zo, Delano. Dus ben jij lief geweest dit jaar? Ja, zeker ben ik lief geweest, Sinterklaas. Ik vind dat leuk om cadeaus te krijgen, lief te zijn, et cetera, noem maar op. Wat mooi om te horen. Hey, luister. Mijn pieten hebben geen zin om te werken vandaag. Zou jij bij mij vrijwilligerswerk willen doen? Heel erg bedankt voor het aanbod, Tom. Maar nee, ik heb al een job. Dus ik zou niet voor Sinterklaas willen werken. Maar echt super lief voor je aanbod en hartstikke bedankt. Nou, wat jammer nou. Ik ga weer aan het werk. Doei! Oké, Sinterklaas, helemaal goed. Ga helemaal lekker aan het werk. En leuk dat je even gezien te hebben, man. Een fijne dag en ik hoop dat ik 5 december iets leuks kan krijgen. Niet stout zijn, Delano. Anders krijg je niks. Nou, fijne dag, hoor. In ieder geval, Sinterklaas is dus hartstikke vertrokken. En ik denk dat gewoon tijd is om even te gaan volgen, toch? Want eerlijk, ik wil toch eens even weten wat hij uithangt. En ik denk dat het een mooi moment is om een inbraakpoging te doen. Dus laten we even naar zijn osso rijden. En wie weet, ga ik wel geluk scoren. Dus weet je wat, ik zie jullie weer daar zo. Dames en heren, ik heb dus een nieuwe locatie binnen gehad van Sinterklaas. En laat nou net staan dat ik dus op de route ben naar Sinterklaas. En oh my god, wacht, woont hij in een kasteel? Of course, hij woont in een kasteel. Dus laten we lekker naar het kasteel gaan. En daar moet het dus even wezen. Weet je, ik ben heel benieuwd. Dus laten we ook even lekker naar binnen gaan. Wat moet ik hier wachten? Oké, zie je wel. Hey, dat is de GPS-tracker die ik erop heb gezet. Natuurlijk, laat ik hem niet opschitten, want die kan ook wel explosief zijn. Maar kan ik hier gewoon naar binnen toe? Ik durf het niet te zeggen. Oké, laat ik het proberen. 3, 2, 1 en... Ouch. Oké, dat lukt dus niet. De deuren zijn natuurlijk hartstikke gesloten. Maar laat ik even beginnen met een stapplan te maken van 3 manieren om in te breken bij Sinterklaas. Manier nummer 1. De eerste manier is heel erg vanzelfsprekend. Wat nou als probeert te parachute springen en op het dak landen? Want ja, je kunt dus hier nergens naar binnen toe. En oeh, oké, daar gaan we dan. Oké, 3, 2, 1...
Zo, oh, oké. Okay. Deze landing was niet heel erg zacht of zo. Maar in ieder geval, we zijn gekomen waar we moesten komen. Alleen, er is één probleem. Hoe ga ik hier naar beneden komen? Ik durf het niet te zeggen. Ik zweer het je. Ouch. Oh, nee. Ik zweer het je. Au. Indringers gespot. Indringers. Oh, indringers. Oh, nee. Oké, okay, snel wegwezen. De eerste manier is duidelijk geen succes. Laten we doorgaan naar plan B. Plan B zou heel erg zwaar geschud gaan, want we gaan proberen deze deur uit te blazen. Oh, ik hoop dat het zo lukt, hè. Oh, my freaking god. Oké, okay, laat ik even een paar opzetten, want eerlijk, het is een hele grote deur. Oké, 3, 2, 1. Boom. Oké, okay, dat lukt. Oké, okay, super. Laten we naar binnen gaan. Oh my god. Ja, jongeman. Staan blijven jij. Oh, nee. Oké, okay, laten we proberen naar binnen te rushen. Au, au. Hé, hey, stop er eens mee. Oh my god. Oké, okay, laten we snel proberen te buiten pakken. Ik zweer het je. En oh nee, dit meen je niet. Dit is niet echt heel fijn. Au. Pieten, sla zijn schedel in piepkleine stukjes graag. En ook plan B is mislukt. Laten we doorgaan naar plan C. Plan C is gewoon heel erg casual en normaal naar binnen lopen in de hoop dat ze mij zullen accepteren. Op het moment dat ik binnen ben, probeer ik stiekem naar buiten te spelen en naar buiten te gaan. Dus laten we even lekker naar binnen gaan. Zo, een hele goede dag. Ik heb nou ook een afspraak gemaakt met Sinterklaas. Sinterklaas is binnen, ga maar verder. Oké, okay, dankjewel. Nou, ik hoop dus dat nou het plan C wel lukt, want andere plannen zijn niet echt tactisch. Zo, een hele goede dag Sinterklaasje. Ken je me nog? Ja, ik ken je nog, maar nu ben je alsnog nog stout geweest. Dus geen cadeautjes voor jou, want jij liegt tegen ons. Oh man. En ook plan C is mislukt. Ik denk dat het beter is om te wachten dat Sinterklaas lekker naar bed gaat en dat ik de pieten stiekem moet uitschakelen. Oh man, ik ben hier al de hele avond aan het wachten. Maar laten we gewoon even iets langer wachten, want misschien hebben we zo meteen toch wel geluk en dat zou heel fijn zijn. En Sint, heb je alles bij? Ik neem de helft maar mee, want ik kom straks nog terug voor de andere helft. Ja, verstandig. Oké, dus de halve zak heeft hij bij. De andere zak ligt dus gewoon nog binnen. Oké, dus die moet ik proberen al te stelen. Dan heb ik in ieder geval de helft. En de rest moet ik gewoon bij de kinderen gaan stelen of zo. Laat ik alles een beetje in de gaten houden waar hij naartoe gaat. En dan kunnen we proberen toch binnen te komen. Ik hoop in ieder geval dat we het er buiten kunnen vinden. Dat zal heel fijn zijn. Maar het ziet er nou uit dat hij er vandoor wilt gaan. En ik ben dus heel benieuwd hoe dat uiteindelijk te werken gaat. Maar oh my god, ik hoop niet dat hij tegen mijn auto rijdt. Oké, daar is hij. Hè? Hij mag me niet zien. Jezus, wat doet hij dan markeren? Nou, in ieder geval Sinterklaas gaat hij weer wegrijden. En dat is hartstikke fijn. Hij hebben we niet gezien en dat is wel heel prettig. Laat ik proberen naar binnen te gaan. Maar let op de pieten, want ook die zijn daar namelijk. Laat ik in ieder geval pistool pakken en deze heeft de demper op. En laten we gewoon een goed gebruik van maken. Oké, okay? Mogen we niet zien, want anders heb ik echt een probleem. Oké, okay, is daar iemand? Oké, okay, schieten. 3, 2, 1. Oeh. Papa. Oké, gelukkig. Hoppakee. Dood. Hé, hey, wie is daar? Waarom wordt er geschoten? Oh nee, ze horen het. Oké, okay, stiekem naar binnen toe. Ik denk dat het beste is om te doen. Ja, oké, okay, go. Hoppakee. Hé, wat denk je wel niet? Hier. En jij ook. Zo, oké. Okay. Ik heb ze maar even snel afgemaakt. Ik denk dat de hoofd uit om naar binnen te gaan. De halve zak ligt dus binnen. Oeh. Oh, gelukkig. Oké, okay, pak hem. Ja, hebben ze. We hebben in ieder geval de pieten te pakken. Alleen de echte vraag is, waar is nou de zak van Sinterklaas? We hebben in ieder geval wel allemaal dingen staan, maar de zak van Sinterklaas lijkt er een beetje ver weg te zijn. Ik hoop dat ze allemaal zeker dood zijn. En, huh? Wacht eens even. Dat betekent maar één ding. Dan is daar een geheime doorgang. Zou de zak dan gewoon hier liggen? Verrek, dat is gewoon zo. We hebben gewoon een schat. Twee schatten. En hier zit de zak in. Wist dat er al iets was. Goed, laten we snel met het eerste buiten doorgaan. Die gaat hij nooit doorhebben. Goed dat ik even extra verschoot, want er is dus blijkbaar een geheime kamer. Ik dacht al waar de zak was. Laten we op zoek gaan naar Sinterklaas, want ik wil heel graag weten waar die is. Dus weet je wat, laat even op hem afrijden. En dan zien jullie zometeen wel wat de locatie is. Dus ik zie jullie wel weer daar zo. Oké, okay, laat ik even het allereerste cadeau bij Sinterklaas gestelen. Ik ben dus heel erg benieuwd wat er eigenlijk te halen valt. Want als ik op de locatie kan zien, is hij volgens GPS trekken bij dit huis. En laat staan dat ik hier even naar binnen ga, want ik wil het wel weten. Sinterklaas besluit ze om te gaan betrekken. En ik ben dus heel benieuwd waar hij naartoe gaat. Ik ga hem nu volgen, maar in ieder geval laat ik even. Oh, oké, okay, groot licht is niet handig geweest. Maar goed, ik zit goed zo. Laat ik even heel stiekem hier naar binnen gaan. Shh, even geen wapens vasthouden. Enig wapen die vasthouden. Dus ook de meest stille wapen die ik heb is de stun gun. Want ja, eerlijk. Als we daarmee schieten, dan ja, verlam je gewoon mensen eigenlijk. Dat is eigenlijk het enige. Oké, okay, ik ben heel benieuwd wat hij heeft gegeven. Ik denk dat hij de woonkamer is geweest en... wacht, slaapt ze op de grond? Serieus? Maar wacht, kijk eens wat dat is. Wauw, dat is gewoon een PlayStation. Oh my god, dat is helemaal goed. Ompidompidom, eindelijk klaar met de nacht. Je zegt jeetje meneetje. Oh shit, daar is iemand. Wacht, waar is hij? Shh, ik weet niet waar hij is, maar... hè, waar is hij dan? Hè? Oh, shit. Oh, oké. Okay. Wacht, wat hoor ik? Oh shit, heeft gehoord. Ah, papa, waar ben je? Oh nee, oeh. Oh, gelukkig. Oh my god. Ze wil hem bijna verkant maken. Oh, die liggen vervlamd. Goed, laat ik even die PlayStation meenemen. En ik denk dat het verstandig is. Oké. Okay. Even een beetje plek maken in mijn arm natuurlijk. Goed, we hebben de PlayStation. Laten we heel snel wegwezen hier zo. Ik denk dat het beste is om te doen. Oké, okay, ze liggen in ieder geval vlamd. Oké, okay, laat ze maar lekker liggen. Top. We hebben de allereerste cadeau gestolen. En dat betekent maar één ding: nog twee te gaan. Oké, okay, dames en heren. Wij zijn dus bij locatie nummer 2 aangekomen. Ik ben dus heel benieuwd wat ik daar kan verwachten. Laten we even lekker naartoe rijden. Ik denk dat het verstandig is. Oh my freaking god. Zou die nog steeds zijn? Of, hij gaat er weer vandoor, zo te zien. Ja, hij gaat weer vertrekken. Oké, okay, dat komt net goed uit. Want dat betekent dat ik hier naar binnen kan. En dan ga ik weer het cadeautje proberen.
stelen die ze net hebben gehad. Wat ben ik ook een zuur persoon. Maar dat maakt niet uit. Laat even naar binnen gaan. Ik denk het wel een verstandig idee. Help, help alsjeblieft. Huh? Wat gebeurt er? Wat ligt hier? Oh my god. En wat? Ben je serieus? My god. Dit is gewoon een murder. Damn it. Oké, stiekem naar beneden gaan. Ik zweer, ik denk dat het beste is wat we kunnen doen. Ik hoop dat ik opgemerkt word. Ik zweer het je. Het is gewoon een kannibaal. Hij maakt iedereen gewoon letterlijk in stukjes. Oké, laten we heel stiekem hier naar binnen gaan. Ik zweer het. Ik weet niet wat je kan verwachten, maar... Oh my freaking god. Oké, laten we heel gauw gaan. Oh my freaking god. Wacht, waar ligt die box? Ah, help. Er is iemand binnen. Shh. Oh, je mond jij. Zo. Oh my god. Oh my god. Hij heeft waarschijnlijk gehoord, hè? Oh nee, ik hoop het niet. Ik hoop niet dat hij dit gehoord. Ik hoor... Ah, nee, daar is hij. Nee, stop. Oh, ah. Oh, gelukkig. Damn it. Oh, hij heeft me bijna te pakken gehad. Wat een idioot. Ja, natuurlijk. Ik snap het wel. Ik bedoel, ik kom er ineens een inbreker bij. Natuurlijk gaat hij dan schreeuwen. Maar damn, wat waren er meer inbrekers dan zo? Oh my god, daar ligt die andere, hè? Wacht, is hij dood of zo? Volgens mij is hij, ja, hij is hartstikke dood. Oh my god. Laat ik even deze box meenemen. Die juweliersbox. Wat, kijk dan. Dit is goud waard. Oké, dames en heren. Ik heb de juwelierbox te pakken. En laten we heel snel naar de auto gaan. En door naar de volgende adres gaan. Volgens mij heeft hij nog één adres te doen. En dan gaat hij terug naar huis. Ik denk dat het wel een verstandig idee is. Dus laten we even gaan kijken. En oké, we gaan dus lekker doorrijden. Dus mensen. Wow. Oh my god. Weet je wat? Ik zie wel weer op de volgende locatie. Oké, dames en heren, het is tijd om het laatste huis even te pakken. Ik ben dus heel benieuwd wat ik hier kan verwachten. Dus laat ik even gauw naar binnen gaan. Oh my freaking god. Oké, hij gaat in ieder geval open. Dat is heel fijn. Wat ook hier staat, is namelijk weer geparkeerd. Jawel, ik heb het natuurlijk al lang gezien, hè. Ik ben ook in ieder geval allemaal achterover gevallen. Dus laat ik eerst even wachten tot Sinterklaas eruit is. Want Sinterklaas is hier nog binnen. Tenminste, ik geloof het, want anders zou die auto hier niet staan. En laat me even gaan verstoppen. Ik denk dat het wel een goed idee is om te doen. En laat even wachten tot hij weg is. Oké, hiding here. Time for that. Oké, en hij komt eraan. Ah, super. Oké, daar komt het mooi uit. En wacht, wat gaat hij doen? Oh, Nick, mijn auto die op slot aan. Oh nee, hey, dit meen je niet. Hey, blijf staan jij. Staan blijven jij. Oh my god, dit meen je niet. Nee, wat gaat Sinterklaas doen? Nee, hey, oh, staan blijven. Gek. Oh, en hij rijdt gewoon zo met mijn auto vandoor. Wat een idioot. Oh, oké, ik heb geprobeerd te stelen van hem. Ik denk dat het wel een goed idee is. Ik vertrouw het hier niet. Ik zweer het je. Ik heb hier een beetje een nare sfeer bij, man. Oh my freaking god. En wacht, dit meen je niet. Nee. Je dacht dat er wat te halen viel, hè? Hoe bedoel je? Helaas, je bent er de val gelokt. Is dat zo? Wat had je nog tegen mij dan, hè? Oh nee, de agressie begint al gelijk. Dit is niet best. Oh nee. Au, hey, stop eens mee. Ah, au. Oké, dames en heren, we zijn dus aangekomen bij de volgende locatie. En ja, of ja, eigenlijk mijn laatste locatie. Want ik zie mijn auto hier staan. Ik denk dat ik weet hoe laat het is. Want allemaal cadeaus zit hierin. En ik ben gewoon in de val gelukkig. Dat betekent dat ik alles kwijt was. Waarschijnlijk is hij hem proberen alles uit te laten. Laat het niet gebeuren. Wat hij niet weet, is dat ik heel veel bommen heb gefixt. Ik zweer het je. En laten we deze zo meteen even één voor één plaatsen. Ik weet precies waar die uithangt. Ik ga het even zo doen. Want kijk eens hoe geheimzinnig het eruit ziet. Het klopt gewoon niet met het habang. Zo, hè? Wat dacht je wel niet, Sint? Het is tijd om wraak te nemen. Zo, hoppakee. Dat zal je leren. Ik had je al vanaf het begin door vuile leugenaar. Geeft niks. Je gaat dit maar even voelen. Nog een paar laatste woorden, Delano. Is dat zo, Sint? We gaan het wel zien. Hoppa. Zo, wat denkt Sint wel niet, hè? Met zijn shotgun. Zo, hoppakee. Hoppa, zo doen we dan met Sinterklaas. Hè? Waar is hij nu? Volgens mij zijn we van Sinterklaas af. Oh, daar is hij. Ik moet even zeker weten dat hij dood is. Hoppa, zo doen we dit. Kijk, daar ligt hij dan. Ho, wie klopt daar, kinderen? Ho, wie klopt daar, kinderen? Sinterklaas? Ik wist dat hij zou aanbellen. Laat ik even de deur open gaan doen. Oh my freaking god, wat doet Sinterklaas hier zo? Ik begrijp er helemaal niks van. Jongens, hebben jullie iemand even voor de deur gezien? Nee, hoezo? Sinterklaas is voor de deur. Delano, Sinterklaas die is in Nederland. Waar heb jij de godsnaam over? Je hebt wel een zoon, heb je nog in Sinterklaas geloofd? Hoe bedoel je geloof? Sinterklaas bestaat toch? Ja. Nee, ze bedoelt gewoon om te zeggen van... Sinterklaas is toch niet in Nederland. En dat wou ze ook wel even zeggen. Snap je? Ah, vandaar. Ja, dus dat. Maar ik ga eens even kijken wie er bij de voordeur staat. Maar wil je even die beest wat eten geven? Maar natuurlijk wil ik dat. Kijk, dat is helemaal goed. Geef de kip even wat voer. Geef die honden wat eten. Geef die katten wat eten. En dan zijn ze vast wel blij. Goed, laten we lekker naar buiten gaan. En eens even een en het ander moeten doen. Want laten we de auto pakken. En oh my freaking god. Want eerlijk... Nu staat er niemand voor de deur. Dat vind ik raar. Zou ik misschien een bericht hebben gehad van de enige echt of niet? Eens even kijken op Instagram. Oké, ik zie dat Mr. Beast iets gepost heeft. En hey, kijk eens. Hallo Delano. Wat er gisteren gebeurd is, zal ik je vergeven. Maar nooit meer doen, hè. Ik heb hier nog steeds last van. Je krijgt van mij de volgende plek waar je naartoe moet. Het winkelcentrum. Tot snel. Oké, duidelijk mensen. We moeten dus naar het winkelcentrum toe. Maar waarom moet ik daar naartoe? Weten jullie het? Zou het voor een leuke doeleinde zijn? Voor een gemene doeleinde? Ja, ik ben ook wel een beetje gemeen geweest gisteren. Want ik had inderdaad die inbraakvideo gemaakt. Als je die niet hebt gezien, check die zeker nog even na deze video. Maar we moeten even lekker naar Sinterklaas doen. Want eerlijk, ik weet niet wat ik hier moet wachten. En hey, wie is er nou weer over het asfalt heen gereden? Zoals Sinterklaas zeker, hè? Gaat hij mijn asfalt ook nog kapot maken? Oh my god. Eigenlijk aan de andere kant, lief mijn asfalt. Dan dat ik ineens al zijn spullen weghaal. Want dat is wel een stuk erger dan een beetje asfalt een beetje naar de klooien helpen, toch? Maar niet uit. Laten we lekker de Sinterklaas rijden. En dan zie ik jullie dus goed staan weer, toch? Dus weet je wat? Tot daar. Wij komen dus bijna aan bij het winkelcentrum. En het is de hoogste tijd om lekker naar binnen te gaan bij het winkelcentrum. Ik denk dat het een heel goed idee is. Dus hier moet ik dan naartoe. En oh my freaking god. Ik weet niet wat ik hier kan verwachten. Maar laten we lekker naar binnen gaan. Het klinkt als muziek in mijn oren. Dus laten we even lekker naar boven gaan. En ik weet echt niet wat ik hier moet verwachten. Maar oh my freaking god. En wacht. Waar staan er overal pieten? Ben je serieus? Dit is best wel bizar om te bedenken. Want er op een piet staan. Maar waarschijnlijk om een paspoppen. Maar wat moet ik in het winkelcentrum?
wat ik doen. Dan moet ik clues gaan vinden of wat dan ook. Ik ben dus bij de winkel. Ik weet niet wat ik hier moet vinden, maar... Oh my god, wat gebeurt er met de kassa, joh? Oh my freaking god, dit is niet best. Misschien in de kledingwinkel, ook niet. Ja, ik weet niet wat ik moet vinden. De fitness. Is er iets... Wat zit er achter de deur eigenlijk bij de fitness? Is dat wc of zo? Of... Oh, dat zijn kluisjes. Maar ja, waarschijnlijk is het helemaal ingedeukt natuurlijk. Mensen zijn zo agressief daar. Dat is de kluisjes box al gebruiken, ja. En we hebben natuurlijk de arcadekast. Oké, okay, dat hebben we dus ook allemaal. Maar wat moet ik hier doen? Misschien heb ik een berichtje gehad. Laat ik even gaan kijken op Instagram. En wat heb ik op Instagram gekregen? Ik weet het echt niet. Sinterklaas? Oh ja, als je daar bent, kijk in de keuken bij het restaurant. Als je dat hebt gedaan, kom daarna doorrijden naar het podium. Interesting. Oké, okay, nou ja, als hij dat zegt, dan gaan we dat doen toch ook. Laten we even kijken in de keuken. En eens even kijken. Wat moet ik dan vinden? Ik zou het echt niet weten. Wacht, wat moet ik dan zien dan? En... Wacht, wat is er gebeurd? Oh my god, ben je serieus? En wat? Ben je serieus, wat gebeurt er? Oh my god, de pieten doen ineens raar. Hé, hey, stop daar eens bij. Achterlijke gekken dat je zijn, hè? Ben je gek? Zo, stop hem maar. Hoppakee. Oh my god, ben je serieus? Ik moet ze uitschakelen. Ik moet niet te veel van mijn wapens gebruiken, want anders ga ik te veel opvallen en komt de politie. Dat is een slecht idee. En wat gebeurt hier nu? Hè? Zoveel pieten? Hé, hey, stop er eens mee. Hé, hey, kappen nu. Ah, stop. Waarom doe je dit? Waarom geef je mijn shockjes? Auw, dat doet pijn. Zo. Hoppakee. Nog meer. Hoppa, daar is er eentje. Nog iemand? Wat? Ben je serieus? Oh my freaking god. Ik weet niet waar ze zijn. Oh, daar is er ook eentje. Wat doe jij daar? Piet. Oh my god. Wat doen al die pieten bij mij? Ga. Oké, okay, wat doet hij? Hoppa, wat denk je dan toe te gaan, hè, Pietje? Zo, weet je wat we met deze plek aan doen? Ik vertrouw niemand in dit winkelcentrum hier. Hier. Doe maar shockjes geven. Ik vind het best. Hoppa. Zo. Beneden is er ook eentje. What the hell? Oké. Okay. We gaan alles kapot maken, ja? Oké, okay, 3, 2, 1. Zo. Hoppakee. Ik denk dat ze wel genoeg hebben geleerd. Al die muren eruit. Ik denk dat het beste is. En daar beneden is ook een Piet. Ik weet niet wat die beneden ligt, maar het zal wel goed zijn. Laat het heel winkelcentrum kapot maken. Hè? Is er beneden ook al eentje? Wat doen ze allemaal hier zo? Piet, stop daar eens mee. Zo, Piet is neer. Ik ben een beetje klaar met Piet. Ik ga eens even op Sinterklaas reageren. Oké, okay, ik moet niet in de verkeerde auto stappen. Leuke auto hoor, maar ja. Maar waarom heb jij iemand vermoord daar? Of althans de Pieten. Ik wil dat toch eens even weten van dat zo is. Want ik vind het echt niet leuk meer. Weet je wat? Laten we inderdaad even doorrijden naar de volgende plek wat hij zei tegen mij. Ik weet niet precies waar het is, maar... Oh ja, podium, hè. Daar was het, hè. Maar we moeten op het podium dan precies zien. Ik durf het niet te zeggen. Maar weet je wat, mensen? Laten we gewoon even niet te veel makkeren. Laten we gewoon lekker naar het podium rijden. En dan zie ik jullie wel weer daar zo. Wij komen dus bijna aan op het podium en ik moet maar één ding doen. En dat is even te luisteren. Want ja, ik weet niet wie er is, maar wat moet ik bij het podium dan doen? Ik snap er helemaal niks meer van. Ik vind het een beetje apart worden. Maar weet je, het maakt er helemaal niet uit. Laten we gewoon lekker het podium gaan betreden. En ik denk dat ik het daar gewoon even genoeg mee moet nemen. Want ik vind het een beetje apart worden dit. Ik weet de situatie niet meer. Het is gewoon heel raar. Maar daar is het podium. Maar wie staat er bij het podium dan zo? Ik zie dat twee mensen voor mij daar staan. Oh my freaking god. En hey, is dat Mr. Beast? Oh my freaking god. Maar wat doen die twee mensen? Oh, dat is security, denk ik. Maar dat maakt niet uit. Laten we gaan plaats nemen. Ik denk dat het wel een goed idee is om dat even te doen, toch? Maar oh my freaking god. Mr. Beast is wel even een gek showtje aan het houden hoor. Is het dan ook echt wat hij mij wil laten zien? Of wat is nou precies het doel? Ik durf het even echt niet te zeggen. Maar ja, ik vind het wel een plezante show, denk ik. Kijk dan hoe plezant deze show is. Oh, oh my god. Misschien moet ik iets dichterbij komen. Want eerlijk, hij is wel echt aan het dansen. Oh my god, wat gebeurt er? Wat? Ben je serieus? Wordt geschoten? Nee. Wacht, Mr. Beast is neer. Mr. Beast, wat is er gebeurd met jou? Oh my freaking god. Oh, je was zo'n goede YouTuber. En dan gebeurt er dit. Wacht, ik weet het al, hè. Weet je, we gaan het terug doen. Ook ik heb een sniper, hoor. Stop maar. My god, wat denkt hij wel niet? Hè? Wat gebeurt er? Wat? Oh nee. Snap, het komt hier vandaan. Oké, okay, probeer doodschieten. Zo. Ah, ik ben flink geraakt. Ik zweer het je. Dit is niet leuk. Heb ik nog een berichtje gehad van Sinterklaas? Bye, yo. Ineens word ik weer geraakt door Pieten. Ik hou niet van Pietenbaas als ze zo tegen mij doen. Haha, dat doe ik niet met mijn Pieten. Maar Delano, kom maar eens doorrijden naar de volgende plek. Genaamd de pier. We willen een hartig woordje met je spreken. Wacht, wat? Ben je serieus? Weet je, we moeten gewoon naar de pier rijden. Ik denk dat het verstandig is. Maar wat wil Sinterklaas dan voor mij? Waarom doet hij zo gemeen tegen mij? En ik heb even een kijkersvraag aan jullie. Wat willen jullie kopen? Of ja, wat wil ik eigenlijk krijgen van Sinterklaas? Heb je al iets gevraagd met je verlanglijstje? Wat wil je eigenlijk van Sinterklaas hebben uit dit jaar? Laat het even achter in de commands. Maar misschien worden we daar wel even iets wijzer van. Wil je misschien een iPad krijgen? Een tablet? Wil je misschien een nieuwe tv krijgen? Wil je misschien... Ik weet niet wat je wil krijgen, maar ja, daarom. Je kunt alles krijgen van Sinterklaas wat je wil, maar dan moet hij wel lief zijn, toch? Wat vinden jullie? Is Sinterklaas stout geweest of niet? Weet je wat? Ik zie wel door op de volgende plek. Oké, dames en heren, we komen dus bijna aan op de volgende plek en ik weet echt niet wat ik hier moet verwachten. Oh my freaking god. Maar weet je, het zal wel goed komen. Ik denk dat ik daar maar even vanuit moet gaan, maar ja, hier moet ik dus zijn, hè? Maar wat moet ik bij de pier dan doen? Ja, leuk en aardig. Het is inderdaad avond, maar wat moet ik hier eigenlijk precies? Ik durf het echt niet te zeggen, man. Maar goed, het zal wel goed zijn. Maar goed, weet je, wacht, wat gebeurt er? Oh my god, dat meen je niet. Mijn vriendin is eraan. Nee, wat doet Sinterklaas? En weg is hij natuurlijk. Wat de hel? Nee, schat, wat is met jou gebeurd? Nee, nee, dat meen je niet. Oh my god, wat moet ik doen? Ik durf het echt niet te zeggen, man, maar die gaat echt fout. Oh, wat moet ik naartoe? Wat heeft hij nog iets gestuurd? Oh, ik vind het echt niet leuk met dit. Hij heeft een filmpje gestuurd. En wat doet hij daar zo? Wat? Hij is me aan het bespioneren dat ik aan het lopen ben. Haha, Delano, dat vind je niet zo leuk, hè?
Nu weet je ook eens hoe ik me voel. Daar ga je dan. Wacht, wat? Oh my freaking god, dat weet je niet. Maar waar moet ik nu naartoe? Misschien moet ik maar eens wegkomen, want ik ben een beetje klaar mee, man. Wat er allemaal gebeurd is, ik weet ook gewoon echt niet wat ik hier moet verwachten, maar het zal wel goed zijn. Oh my god, en wacht, ben je serieus? De politie ook nog eens achter me aan? Nee, dit meen je niet. Maar wat willen ze doen dan? Delano, je bent aangehouden wegens een moord op je vriendin. Wacht, wat? Ben je serieus? Meneer, wat heeft dit in godsnaam te betekenen? Waarom zit ik in de gevangenis? Ja, Delano, dat heb je zelf voor elkaar gekregen. Je mag hier blijven lekker gaan zitten en ik hoef niet meer te horen, ja? Want als ze één keer iets zeggen, je blijft levenslang zitten, ja? Maar ik heb mijn vrouw niet vermoord, dus zo doe je zo. Dat heb je wel gedaan, ik heb hem aan mijn eigen ogen gezien. Waarom wordt er dan gebeld, hè? Oh my god. Corruptie hier zo. Dat heeft AI gedaan. Ja, AI. Geloof het zelf. Ja, maar goed, meneertje, eigenwijs gewoon lekker aan het werk. Weet je, ik heb een flippen zero. Laat die even openen. 3, 2, 8. Gelijk, zie je? Hoppa, 3, 2, 1. Hoppakee. Dat gaan we niet laten toelaten. Zo, hoppakee. Oef, oeh, snap. Kijk, ik heb wel ruzie met iedereen gelijk in de gevangenis. Oh my god. Ik heb ruzie met iedereen. Au. Zo, wat? Zo worden we aangevallen door fucking agenten. Hier, pak het aan, hè. Ik ben invisible. Zo, had je jullie wat, hè? Hier, ik ga de 3. Ik ga je allemaal pakken. Hier, bam. Zo doen we dat met jullie. Wat denken jullie? Oh nee, eentje de pistool. Oh, pas op. Die gaan we even mooi pakken. Zo, hoppakee, hè? Wat denk je dan? Gekkie. Zo, bam. Dacht het niet? Kijk, zo doen we dat. Nou, heb ik weer een pistool erbij. Wat fijn dit. Ik zit wel een beetje onder bloed, maar dat maakt niet uit. Weet je, we gaan gewoon lekker verder, want we moeten nu verder met overleven. Het gaat niet de goede kant op anders. Laten we snel de auto gaan pakken en even McDonald's gaan eten. Ja, McDonald's is altijd lekker natuurlijk, hè? Dan word je altijd mee beloond. Ja, ik beloon mezelf toch gewoon even mee. Wat vinden jullie van McDonald's? Vind je het lekker of vies? Roep je altijd als je in de McDonald's langs snel was iets aan van papa, mama, mag ik naar de McDonald's? Of laat jullie erbij? Laat maar eens even achter in de comments. En oh my god, mijn auto is zo glad. Wat is met mijn auto gebeurd? Nou, oké, laten we niet gaan stressen. Laat gewoon gaan rijden, want ik denk dat het de enige optie is wat een oplossing is. Als we niet gaan rijden, komen we nog te laat en hebben we alleen maar problemen mee. Dus daarom dat ik zeg, let's drive. En dan komt het wel goed, hè? Oké, oh my freaking god. Waar gaan we nu zo meteen aan moeten? Oh my god, wat moet ik zo meteen hier naar links? Dan kom ik zo uit bij de McDonald's, toch? Klopt dat? Heb ik gelijk? Ja, ik heb gewoon gelijk, denk ik. Let op, hè? Ik kom gewoon bij de McDonald's uit zometeen. In ieder geval, au. Oké, ik weet, ik ken deze weg. Tuurlijk, ik ken deze weg duizenden. Komt dat ik hier opgegroeid ben bij Los Santos. Hier, daar is de McDonald's. Laat hier even gauw naar binnen gaan. Ik denk dat het een heel goed idee is dat eens even te doen, man. Maar nou wil ik eens even weten wat er aan de hand is. Oh my freaking god, dat meen je gewoon niet. Maar, wacht, waar zijn de medewerkers dan? Ik heb zin in een lekkere burger. Daarvoor komen we naar de McDonald's toe. Oh my god, ik vertrouw het hier niet. Ik kan mijn wapens gewoon gebruiken, man. Hey, klaar nu. Wacht, wat gebeurt er? Nee. Oh nee, dat meen je niet. Wat doe je? Hier, stoppen. Zo, ik heb gelukkig zijn gezicht geraakt. Oh my god, nee, is alles goed met de manager? Of wat, wie is dat dan? Mitchell, hè? Ah, het gaat niet goed, man. En wacht, de manager is ook doodgemaakt. Dat meen je niet. Ik moet op mijn telefoon kijken. Ik ga niet vanuit dat ik nog iets van Sinterklaas heb gehad. Oké, op Instagram. Laten we eens even kijken, hoor. Was de McDonald's lekker, Delano? Laatste opdracht. Ga naar oma's huis toe. Wat grappig dit. Weet je, laten we maar doen, hoor. Dan gaan we lekker naar oma's huis toe. Maar wat moet ik bij oma's huis in godsnaam doen? Ik hoor dat al van onorde komen, want ja, het is echt geen pretje meer. Ik kom net uit de gevangenis, alsof ik een crimineel ben. En goed, allemaal goed. We gaan gewoon lekker rijden. Ik denk dat dat een verstandig idee is. Dus weet je wel, mensen, laten we lekker naar oma rijden en dan zie ik liever bij oma. Dames en heren, we zijn eens lekker aan het rijden naar oma toe en ik denk dat het maar een heel verstandig idee is dat we even daar lekker een kopje koffie gaan doen, toch? Dus ja, laten we gewoon even lekker op af gaan. En hier moet het dan zijn. Oh my freaking god. Oké, wat een leuke plek hier zo. Nat. Laat hier even naar binnen gaan. Ik hoop dat alles verder in orde is, maar wat moet ik in oma's huis doen? Wacht, ik denk dat ik maar één ding kan bedanken. Hey oma, ik ben thuis. Oma? Wacht, waar komen we vandaan? Uit de kelder, hè? Weet je wat? We gaan erop af ook. We gaan oma even moeten helpen, want dit is echt niet leuk. Wat gebeurt er? Dit meen je ook gewoon niet. Wacht, ben je serieus? Doe eens even normaal, joh. Gek, je bent echt niet oké. Hey, ben je gek geworden? Zo, oh my god. Oma, nee, je gaat toch niet vertellen wat er gebeurd is, hè? Dan ga ik naar mijn eigen huis toe. Ik denk dat ik weet hoe laat het is. Het is tijd voor oorlog. Tijd voor wraak. Tijd voor actie. Laten we de auto pakken. Snel wegwezen hier. Want ik ben het zat. Voor alles wat er gebeurd is. Dat is het enige wat ik me kan bedenken. Terug naar huis gaan. Dat is de enige oplossing die er is. Maar verder zie ik geen oplossingen meer in alles wat er gebeurd is. Het gaat te ver. Er is te veel gebeurd. Laten we de auto gaan rijden. Want ik weet zeker, niemand is al thuis. Ik bedoel mijn vriendin, mijn zoon. Iedereen is neer. Ik snap er helemaal niks meer van. Weet je wat, mensen? Ik zie je weer thuis. Dames en heren, wij zijn bijna thuis aangekomen. En dat is fijn, want dan kunnen we even ons ding doen. Kijk, daar is ons huis. En daar moeten we naar binnen. Laten we even de poortjes door moeten, want ook dat. Oh, en ik klein beetje te ver door. Maar dat moet ook dus gebeuren. Ja, ik dat wou ik even zeggen. Maar my god, zeg. Kan ik hier doorheen? Ja, oké. Okay. Ik weet niet wat het voor corrupte poortjes zijn. Maar zo kan iedereen wel naar binnen. Toen was het allemaal van die invisible poortjes zijn. Of van die plakbare stickers, weet ik veel wat allemaal. Volgens mij is hologram. Want dan kun je ook naar binnen toe. Maar kijk eens, mensen. Hier komen we dus aan. En hier moeten we zijn. Oké, okay, snel naar binnen toe. Dat is de enige optie die ik me kan bedenken die goed is. Want anders hebben we geen goede opties. En hier moeten we zijn, hè? Maar wacht, ik denk in de kelder. Ik vertrouw Sinterklaas niet zo. Heb ik gewoon niet alles achtergelaten en opengelaten? Want of heeft Sinterklaas iets tussen de deur gedaan waardoor hij naar binnen kan? Ik durf het even niet te zeggen. Nou, hier moet het dus zijn. Oké, dan. En wacht, wat hier moet het dan. Ouch. Oeh, dat doet een beetje pijn. Maar daar gaat het even niet om. En wacht, wat ben ik nu? Dat ging niet helemaal goed, maar een foutje kan gebeuren. Oepsie, walleloepsie. Ja, oké. Hier moet ik dus heen. En wacht, wat is het dan? Oh my god, Sinterklaas, ben je serieus? Ja, Delano. Alles wat je mij hebt gedaan, pijn doen, weet ik wat allemaal, is het tijd voor wraak. Oh my god. Dit ga je niet menen, Sinterklaas. We gaan op de vuist. Ik zweer het je, eerlijk, dat is wel eerlijk. Knuppel tegen knuppel. Ik ga geen wapens gebruiken. Hier. Want ik kan je wel aan, hoor. Oude man. Hoppa. Zo doen we dat met Sinterklaas.
Niks anders. Hè? Had Sinterklaas nog wat? Dacht het niet. Vandaag gaan we upgraden van een noob Sinterklaas naar de pro Sinterklaas. En wij komen dus aan bij de speeltuin. Oh my god, ik ben dus heel benieuwd wat ik eigenlijk kan verwachten. Maar we zijn op dit moment noob Sinterklaas. En ja, dat kun je eigenlijk wel zien aan mijn kinderhouding. Maar goed, weet je, daar gaan we het even niet over hebben. Laten we lekker spelen. Wee! Mensen, zijn er lief geweest? Like dan even deze video. Alleen als je deze video like, heb je namelijk geluk. Want anders is er een grote kans dat Horror Sint achter jou aanrent. En dat wil je dus niet hebben. Dus 3, 2, 1. Goed, ik hoop dat je ook geliked hebt. En ja, dat is. Och, waar heb jij nou weer over? En wie ben jij nou weer? Wat is jouw naam? Mijn naam is Sinterklaas. En wat is jouw naam? Ja, Sinterklaas bij bakjes. Zie jij dat er voor je, liegenaar? Wat is jouw naam? Gaat je niks aan. Mijn naam is Tom. Tom, je bent een vrouw. Dus hoe wil je jezelf Tom noemen? Luister, ik ben wel een vrouw, maar ik heb mannenkracht. Ik zweer je dat stoer tegen mij. Ik hou niet van met je Sinterklaas. Je moet niet met me voeken, hè. Ik heb al 7 mensen elkaar geslagen op school. Sterker nog, ze liggen na 1 klap knock-out te slapen. Wil je de volgende zijn? Wat ben je nou met je stoer aan het doen? Met je kletspraat. Ben je al geabonneerd op mijn kanaal? Oké, ik heb een deal. Als jij met elkaar slaat, ga ik abonneren op jouw kanaal. Dan moet je je kijkers ook abonneren. Maar als ik jou in elkaar sla, dan verwijder ik je YouTube kanaal. Wacht, wat zeg je daar? Dit gaan we niet laten gebeuren. Oh my god, mijn YouTube kanaal laten verwijderen. Is ze gek geworden? Hier, ik moet je naar beneden slaan, denk ik. Hier, wat denk je dan, hè? Auw, wat doe je tegen mij, hè? Hier, wat denk je nou? Mij in elkaar slaan. Auw, oh my god, vind je het gek met een nachtknuppel. Maar hé, kleine kindjes, hè, die kunnen ook goed vechten, weet je. Dat moet je niet onderschatten, vriend. Zo, hier. Pak het aan dan. Zo, deze heb je even groen verdiend. Hoppakee. Bam, dacht je dat nou, hè? En om het even af te leren. Zo, hoppa. Kijk, nu kun je niks meer doen, hè? Stoerdoenderij. Dus ik hoop dat je geabonneerd bent op mijn kanaal. Je hebt gelijk, ik ben geabonneerd en de kijkers moeten het ook doen. Kijk, zo mag ik het horen. Braaf. Nou, Sinterklaas is normaal wel iets liever van, maar vandaag even niet. Want we zijn nog kind en ook Sinterklaas is kind geweest. En ik ben dus eigenlijk wel eens benieuwd hoe Sinterklaas als jeugd was. Zou dit Sinterklaas echt zijn geweest toen hij nog jeugd was? Of hoe zit het nou? Ga weg, het is mijn speelterrein. Waar heb jij nou weer over? Je hebt een hamer vast. En wat moet ik kleinkind met een hamer? Maar papa is timmerman en ik ben bezig. Oh, is dat zo? Ja, maar eigenlijk ben ik deze hamer aan het gebruiken om kindjes te vermarsen. Ik heb al 3 kinderen vermoord met een hamer. De een heeft een schedelbreuk. De andere heb ik een hersenbloed gegeven en een zoutzuur erin gedaan. Oké, hou maar op. En wat is de laatste? Nee, gaat je ineens aan. Maar weet je, die gaan we niet laten gebeuren, vriend. Ik hou van taco's. Ja, maar daar hou ik ook van. Kom aan, hè. Alsjeblieft, zeg. Die gaan we niet laten gebeuren. Klein rotjoch. Hier. Niet doen, hè. Wat denk je dan? Zo. Dit is wel mijn kleine kinderen zoals jij doen. Zo had hij nog wat. Aha, eindelijk. My god, ja, je kunt niet echt goed zien dat ik aan het vechten ben. Maar ja, het is best wel smal. Ik kan er ook niks aan doen. Maar laten we lekker verder gaan fietsen. Want ik moet weer naar school toe. Ja, je ziet al, ik heb een rugzakje bij. En die rugzak heb ik niet voor niks bij. Ja, we zijn best wel agressieve kinderen. En ik hoop niet dat dit echt zo zwitsers naar de speeltuin gaat. Dat je 2 van die irritante kinderen ziet. De ene die je in elkaar wil verslaan en de andere die je wil neersteken. Weet je, daar gaat het even niet om. Maar waar ik nu aan het fietsen ben, wat valt jullie op, mensen? Ik heb namelijk iets nieuws geïnstalleerd in GTA 5. Of iets nieuws. Ik heb namelijk een eigen 5M service, als jullie al een tijdje weten. Maar wat valt je op dit op, want jullie zien waarschijnlijk wel iets nieuws. En ik ben er dus nu op aan het rijden. En als je aan het rijden bent, of je bent aan het fietsen, of je bent auto aan het rijden, dan zie je wat ik heb veranderd aan deze hele server. Maar ja, dat laat ik even de kijkers over. Degene die het goed hebben, krijgt een hartje. Wat is er nieuw in deze server? Als je een hartje wilt, you know what to do. Goed, weet je, genoeg gekibbeld. Laten we lekker naar school fietsen. Ik vind het een leuke dag geweest. En ja, dat is. Dus ik zie je weer op school. Wel, guys, wij komen dus bijna aan op school. En oh my god, wat heb ik toch zin in de les? Not. Oh my freaking god. Nou ja, ik ben benieuwd, wat het echt strengste leren van de klas. Daar wil ik dus niks van hebben. Hey, wat denk je wel, hè? Hier. Zo, vond ik even leuk om te doen. Ja, ik ben soms wel een beetje badaardig. Oh, die agent zit al een beetje op mij te loeren. Dat moet ik even niet hebben. Dus laten we gewoon naar binnen gaan. Goed, wij zijn lekker safe at home. Of ja, at home, at school, I mean. Zo, goedemorgen juffrouw. En wacht, waar is eigenlijk heel de klas gebleven? Ik weet niet waar iedereen is. Goedemorgen Sinterklaas, je bent de enige. Wacht, wat? Sinds wanneer ben ik hier de enige? Tja, welkom op het mbo. Iedereen is kind de les, behalve jij. Lekker de saaie les voor een stomme nerd dat je bent. Wacht, waar heb jij nou weer over? Oh my freaking god. Oh ja. Heb je misschien ook even het opladen voor mij? Nee, ik wil geen oplader uitlenen. Oh, het leuk dat je als de enige in de klas bent. Dat betekent dat ik alle aandacht en alle focus op jou ga doen om te kijken hoe jij het doet. Ik ga letterlijk op je vingers kijken wat je schrijven bent. Hey, laat dat even niet gebeuren. Hey, als je grote mond hebt, mag je eruit hoor. Hey, doe eens even normaal tegen mij. Ga eruit alsjeblieft, hier. Au, hey, doe eens even normaal. Au, stomme juf. Dat kun je niet maken. Oh my god, waarom is die vrouw zo gemeen tegen mij? Wat heb ik eigenlijk misdaan? Oké, ik wil even niks uitlenen, maar is dat niet heel gek of zo? Ik bedoel, ik ben ook maar gewoon een student. Ik ben niet een of andere. Nee, doe even normaal tegen mij, joh. Goed, ik ga even kijken of we een andere klaslokaal verder, want misschien moet ik daar wel iets vinden. Maar ik heb dus namelijk gehoord dat er in klaslokaal 311 namelijk altijd wel iets is. Want ik hoor altijd wel gerucht, zeg maar, dat de ding over de klaslokaal 311 is. En ik wil toch al even weten wat. Dus laat ik even alle lichten aangooien. En oh my god, ik ben dus zo nieuwsgierig waar ik eigenlijk überhaupt allemaal naartoe moet. Laten we even gewoon even lekker naar boven lopen, want ik denk dat het een goed idee is. Maar klaslokaal 311, ja, ik hoor er echt verschrikkelijke geruchten over. Dus we gaan er even naar kijken. Ah, hier is het, hè. Laten we even naar binnen gaan. Hallo? Is er iemand? Wie ben jij nou weer? Zo Sinterklaas, dat had je niet verwacht, hè? Geef me cadeaus. Het is al bijna 5 december, hè? Hey, dit gaan we niet zo doen, hè? Ik ben nog wel een kind. Kind of niet? Geef mij
cadeaus. Nee, ik geef je geen cadeaus. Laatste keer, geef mij cadeaus. Als je zo gaat beginnen, kun je het krijgen ook. Met je geef mij cadeaus. Hier, dit kun je krijgen van mij. Hè? Zo, het is bijna tijd dat upgraden. Bam. Hè? Zo, dat betekent dat we upgraden 3, 2, 1. Zo, lieve kinderen. Ik heb mijn eerste upgrade gehad. Ik ben van noob naar pro gegaan en ik heb de eerste in elkaar geslagen. En wat fijn is dit. Laten we even kijken wat we moeten doen. Laat ik even naar buiten gaan, man. Want zoals jullie kunnen zien, ben ik dus nu pro Sinterklaas. En ja, je ziet al dat ik op Sinterklaas lijk. Alleen, ik ben nog niet perfect. Kijk even naar die flappen oren. Kom aan. Het lijkt net alsof mijn opa is, weet je, die helemaal kaal is. En Bram mager is. Het ziet er gewoon simpelweg niet uit. Maar we moeten gewoon even naar buiten gaan. En ik denk dat we de volgende opdracht gaan krijgen, toch? Goed, mensen. Daar is de exit. Oké, 3, 2, 1. Joink. Oh, gelukkig. Damn it. Ja, het is wel even nodig om naar buiten te gaan. En Jakiba. Het is aan het regenen. Maar de zon komt er uiteindelijk weer aan. Ja, de regen is heel vervelend. Want de hele map wordt er weer gelijk nat. Zoals je alweer kan zien. Oh my god. Ja, dan is gewoon letterlijk dweilen met de kraan open. Goed, voordat ik verder ga, ik eens even kijken naar mijn opdracht. Want ik heb eens goed wat opdracht gekregen. Oké, wat heeft de proces gekregen? Laat eens even kijken in de DM. Alright. Oké, van de baas. Dag Sinterklaasje. Je krijgt van mij de volgende opdracht nu je groter bent. Om mee te beginnen schakel de juf uit. En daarna pleeg je in overal bij één gezin waar je gezellig bij komt. Ze denken dat je cadeaus komt brengen, maar je probeert ze te stelen. Daarna ga je door naar het kasteel voor de finale opdracht in je pro-rol om de volgende rol te verdienen. Oké, interessant. Top, zeg ik even tegen hem. Dan weet hij dat ook weer. Genoeg op onze telefoon verzeten voordat we straks een telefoonverslaving hebben. Laten we lekker naar binnen gaan. Want de eerste stap is om even de juffrouw te vermoorden. Oké, laat ik er even aanpakken, want zij is inderdaad niet lief geweest tegen mij. She's just an asshole. En oh my god, is ze hier zo ergens? En waar is juf eigenlijk? Oh, ik weet niet waar ze is. Waar is juf? Huh? Ik weet niet. Wacht, wat doet die juffrouw ineens op de gang? Oh my freaking god. Oké, laat ik eens even gaan kijken. Hey juf, wat doe je hier zo? Hey, wat heeft het te betekenen? Waarom sta je zo dreigend tegen mij? Hier, als je dat doet, ik kan je wel even eentje geven hoor. Hallo. Zo, hè? Wat denk je? Hè? Hier. Au. Oh, oké, die doet pijn. Hier. Au. Hé, hey, als je nog cadeautjes wil, dan moet je even normaal doen, hè, tegen mij. Maar blijkbaar wilde die juffrouw in dit als cadeau. Oeh, oh, jij hebt geluk, je hebt geluk. Ouch. Oh. Oké, deze juffrouw is best wel sterk. Ik had het niet verwacht. Goed, hier. Dit is je Sinterklaas cadeau. Dank je, Sinterklaasje. Dat is wat je mag roepen. En om even af te slachten, hier. Bam, bam, bam. Bam, bam. En ik sla je helemaal in elkaar. Zo. Oké, dat is niet echt net wat Sinterklaas heeft gedaan. Maar laten we doorgaan naar de volgende locatie. Als het goed staan ze ook gemarkeerd. Laat ik even gaan kijken. We zijn weer terug buiten aangekomen. En wat zijn de locaties? Oké, de eerste locatie is hierboven. En ik denk. Ja, ik moet gewoon even de route gaan volgen. Ik denk dat het best is. Laat ik even de scooter gaan stappen. Want ik heb dan ook een beter voertuig gekregen, natuurlijk. Want naarmate ik loog word, kijk alleen maar betere spullen. Alleen, ja, een scooter is niet super snel. Dat weten we denk ik ook wel. Kunnen we een wheelie doen? Oh ja, we kunnen wel wheelie doen. Dat is wel cool. Goed, laten we lekker naar boven gaan en ik zie wat daar zo. Oké, dames en heren, mijn scooter begint het een beetje te begeven, want het is best wel zwaar om in deze berg op te komen. Ja, hetzelfde met een tuk-tuk, dat gaat ook niet lukken. Dus met een scooter waren we dan wel. Maar als het goed is, is het bijna volgend huis aangekomen. En oh my god, ik wil die scooter echt nu alweer neerzetten. Ik vind het een verschrikkelijk ding. Volgens mij moet het bij dit huis dan zijn. Hè? Laat ik even gaan kijken hoor. Oké, dus dit is het huis. Laat ik even de tuin even gaan scannen of er niemand in de tuin zit. Want eerlijk, ik wil het wel even weten. Ik weet niet wat er maar vrouwtje voor doet, maar die laten we niet binnen. Hier, zo, hoppa. Niemand heeft er gehoord. Bam. Oké, go. We gaan even lekker een duik nemen. Ik denk dat het een fantastisch idee is om te doen. Ja, ik hoorde de vrouw in kwestie vermoord. Zo. Wat ik wil dus lekker zo te luisteren bij mijn kinderen. La 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 la. Lekker gaan het zwemmen. Lekker aan het zwemmen. Wat ben je aan het doen? Hey mevrouw, ik heb je helemaal niet gezien. Ja, ik wou even frisse duik nemen. Ik ben de moeder van het kind die heeft geboekt, maar leuk en aardig en zo. Maar kom eens even mee naar binnen, alsjeblieft. Okidoki, kom eraan. Nou, wat is ze streng zeg, wat vervelend dit. Ik dacht, juffrouw, die is streng, maar juffrouw is kapot streng. Goed, laten we lekker naar binnen gaan. En die mevrouw ligt daar ook gewoon letterlijk, ja, koudbloedig. En oh, wat dit huis. Bro, dit ziet er wel heel sick uit. Eerlijk, dit is wel echt kapot mooi. Echt helemaal rood, echt in mijn stijl gewoon. Goed, laat ik even iedereen gaan begroeten. Hey, goedemiddag. Goedemiddag allemaal. Nou, het gaat om dat kind die voor je neus staat. Oh, is dat zo? Hallo, wat is je naam? Mijn naam is Nina. Ah, Nina, leuk om kennis met je te maken. Hoe oud ben jij? Ik ben 4 jaar. 4 jaar oud, oké. En wat wil je van Sinterklaas hebben? Een nieuwe Nintendo Switch graag. Oh, Nintendo Switch. Laten we boven kijken of we Nintendo Switch hebben liggen. Nou, oké, om het eventjes heel even duidelijk uit te leggen. Ik moet ze de cadeautjes namelijk stelen in dit huis. Oeh, terwijl ze denken dat ze voor mij een cadeau krijgen. Dat kan best wel interessant gaan worden. Maar goed, hier hebben we dus de kamer liggen. En oeh, wat ziet het er leuk uit. We hebben hier de laptop. Laten we de laptop even pakken. En even de tas doen. En hetzelfde geldt met het budget. Want daar is namelijk de grote zak. Nou, ik heb in ieder geval alles in de tas gedaan. Laten we mee naar beneden gaan en even buiten sneaken. Want ik denk dat het wel een goed idee is om naar buiten te sneaken mee. Zo, dames en heren. We hebben in ieder geval het geld te pakken. En ik denk dat het hoogst tijd is om met het geld lekker naar beneden te gaan. Want ik ben wel benieuwd. Sst. Ze mogen niks doorhebben. Ze mogen niks doorhebben dat ik dingen heb gestolen. Oh my freaking god. Ja, je komt normaal cadeautjes brengen. Hey, luister. Ik heb namelijk slecht nieuws. Ik heb
heeft op dit moment geen Nintendo Switch bij. Maar ik beloof dat ik morgen terugkom, want het stond nog in 5 december. En dan kom ik hem wel brengen, goed? Maar ga je nu al weg, Sinterklaas? Ja, sorry. Ik heb best wel druk gekregen, spontaan. Dus vind je dat heel erg? Sorry, ik moet even doorgaan, hoor. Dus laat ik even heel snel gaan, oké? Doei, doei. Hey, staan blijven. Wat heb je daar in je hand? Wait a minute. Dat is mijn Sinterklaaszak. Mijn Sinterklaaszak? Hey, luister. Ik vind het heel verschrikkelijk dat je dat doet, maar dit heb ik speciaal voor mijn dochter gekocht. Dit Sinterklaaszak. Wat zit erin? Een laptop. De laptop van mijn dochter, zeker. Nu heb je echt een probleem met mij, hè? Je hebt echt te ver gaan, jongen. Zo, nu kun je het krijgen. What the hell? Wat gebeurt er nou weer? Hey, dit kun je niet doen. Achterlijke gek. Ah, nee. Oh, hier, boom. Zo. Oh, bam. Dit kun je krijgen. Zo, hoppakee. Sorry, meneer, maar ik heb een hele familie ruzie. Hier. Hoppa. Hoppakee. Oeh, je hebt geluk, hè? Je hebt veel geluk dat er gebeurt nu. Zo, bam. Hier. Pak het aan. Hoppa. Oh, je hebt geluk. Wat denk je wel niet? Gek. Bam. Zo, hoppakee. Baby erbij, sorry, maar ik ga je laten leven, ja? Ik vind echt niet leuk dat je dit stomme Sinterklaas. Sorry, baby erbij. Het spijt me zeer, maar ik moet er weer even doorgaan. Het was leuk om even kennis met jullie gemaakt te hebben. Maar ik moet mijn andere opdrachten ook weer even uitvoeren. Ja, het is best wel lullig eigenlijk dat ik heb gedaan. Ik bedoel, cadeaus stelen van een kind kan dus echt niet. Maar in ieder geval, ik ga de buiten even terug meenemen. En ik denk dat die even... Oh, wow. Oké, weet je wat? Ik zie bij de volgende adres wel weer. Gezien ik de allereerste opdracht heb uitgevoerd, ben ik dus heel benieuwd wat er gebeurt als ik een tweede uitvoer. Ja, als het goed is, krijg ik natuurlijk weer een nieuw item. Of ja, een nieuwe scooter, auto, weet ik wat allemaal. Ja, ik heb nu een scooter. Ik denk dat ik echt een zieke auto ga krijgen zometeen. Of een motor. Ik weet het niet. Wat vindt u Sinterklaas meer geschikt voor een paard en motor? Ik vind eigenlijk dat hij op een paard moet rijden. Maar ja, helaas hebben we geen paarden GTA 5 zitten. Anders hadden we echt wel gebruikt, hoor. Maar ja, dat was een beetje een probleem. Maar we zijn dus eigenlijk ook bij het kasteel van Sinterklaas. En hier moeten we dus even naar binnen toe. En nu is het tijd om het grote poort te openen. Oeh, ik ben dus benieuwd. Zo, grote poort is geopend. Laten we heel sneaky naar binnen gaan. Ik denk dat het een fantastisch idee is om te doen. Want hier moet het dus zijn. Maar wat moet ik hier in godsnaam doen? Oké, de finale, toch? Ik weet het even niet. Oh my fucking god. Ik weet even niet wat ik moet verwachten hier. Wacht, ik moet even goed kijken. Want het is wel heel kleinschalig. Daar klopt niet voor zo'n groot kasteel. Goed op de geheimen letten. Goed op de details letten, mensen. Want dat kan altijd wel helpen, hoor. Sst, wacht eens even. Zie je dit stukje behang wat helemaal niet klopt? En dat loopt verder zeker door, hè? Maar dit hele behang klopt niet. Zie je dat? Dat betekent dat hier iets achter zit. Let op, ik denk dat ik gelijk heb. Kijk eens. Hoppa, ik heb gewoon gelijk. En wat doet Horodelly hier? Zo, ben je een beetje lief geweest? Oké, dit is echt niet leuk. Horodelly is hier zo. Ik moet hem verslaan voor de volgende upgrade. Oh my god, ben je serieus? Oh nee. Hier, auw. Oh. Nee, dat meen je niet. Ah, nee. Auw, dit doet pijn. Stop. Oh my god. Ik moet de wapen pakken. Oeh, wat kan Sinterklaas niet hebben? Oké, ik heb een hakbel hier. Hakbel tegen hakbel. Zo, dat dacht ik niet. Hè, gek. Zo, Horodelly. Wat denkt Horodelly wel niet? Hoppa. Bam. Hier, liggen. Nee, ik ga je doodmaken nu. Ik ga je kop even helemaal afsnijden. Ik zweer het je. Ik ben helemaal klaar met Delly, man. Horodelly. Zo, mensen, like even deze video, want anders komt Horodelly ook achter jou aan. Ik denk dat Horodelly te pakken hebt, dus het is tijd om te upgraden in Sinterklaas. Zo, ik ben nu met Sinterklaas geworden. Dat betekent maar één ding, dat we Delly, of de Horodelly hebben gepakt. Oké, mensen, we zijn dus nu Horocent. En oh my god, we zijn dus nu gewoon God geworden. Oké, daar gaan we dan. Oh, wow, we kunnen super hoog springen. Wow, yo. Oké, dat is wel echt insane. Kunnen we ook sneller rennen? Ja, dat kan. En zwemmen kunnen we ook sneller voor me hebben. Echt gewoon, wow, damn. Oké, even kijken hoor. En kunnen we sneller zwemmen? Even kijken. Ja, we kunnen zeker heel stuk sneller. Ja, oké, we zijn gewoon sneller geworden. Ik denk dat dat ideaal is. En we hebben de volgende. Wow, yo. We zijn super snel. Ik zweer het je, deze upgrade heeft wel echt zwaar gehad. Weet je wat, mensen? We gaan lekker vliegen en we gaan naar de laatste locatie toe. En dat betekent dat ik eigenlijk goed terug ga met mijn eigen stoomboot. Maar ik heb het idee dat er niet in mijn snor zit. Dus laten we gewoon lekker naar de stoomboot gaan. En ik zie jullie daar. Ik wil me uiteraard voorbereiden op pakjes uitpakken natuurlijk in een stoomboot. En weet je wat? Ik denk dat het today is dat ik uit de lucht kon springen. Dus 3, 2, 1. Woe! Oh my god. Daar gaan we dan. Damn. Gaan we landen? Oh my god. En wacht, mijn Pieter zit op de boot. Hartstikke tof. Laten we er even uitkomen, want ik zie allemaal Pieter daar aan boord staan. Ik hoop dat de Pieter mij ook zien, dus ja, laten we er even naar kijken, hè. Oh my god, volgens mij ben ik wel op iemands terrein. Oh my freaking god. Oké, daar gaan we dan, hè. Wacht, waar zijn ze? Ik ben benieuwd. Ik ben benieuwd waar ze zijn. Laat ze maar komen. Of ze komen via die kant, ik durf het niet te zeggen, dus laten we even kijken. Oké, ik zie nog niemand, maar kan alle kanten op schieten. Zo. Woe! Oh my god, en we springen super hoog. Oef. Oké, daar zijn ze hoor. Wow, yo. Oh, ik word geslagen hier, letterlijk. Wat? Oh, auw. Oh, ik word aangevallen door mijn eigen pieten. Oh, nee. Stop. Zo, hoppakee. Oké, pas op. Zo, hoppakee. En dan gaan we ze iedereen even doodmaken. Al die pieten neer. Hoppakee. Dat dacht ik niet. Hè? Zo, wat denken die pieten wel niet? Kekkies. Zo, hoppakee. Hier, dat gaan we niet laten gebeuren, vrienden. Zo, hoppa. Oh, wat fijn dit. Alle pieten neer. Zo, niet laten gebeuren. Wat? Deze zijn gestoord, man. Au, oh.
Ik moet ze afmaken. Ik zweer het met mijn goddelijke kracht hier. Nog een Piet over. Ik wil geen Piet meer zien. Ik meen het. Ik wil naar boven toe. Misschien wel een beter idee. Hoppakee. Kijk, hier zitten we tenminste goed. Hoppakee. Kijk eens aan. En de laatste vijand die we moeten verslaan. De kerstman. Ik wist het. We gaan op de vuist, kerstman. Ho, ho, ho. Merry Christmas. Stop die maar in je reet. Wat denkt de kerstman tegen mij te beginnen? Hier. Au. Oh. Oh, man. Nessie dit. Hier. Take it. Hier, kerstman. Ik was sterker dan jij. Hoppa. Kijk, zo gaan we met de kerstman om, mensen. We hebben de kerstman goed te pakken genomen. Bedankt voor het kijken. Like, abonneer en adios. En wij zijn God Sinterklaas.